nieuwe auto gekocht. Hallo allemaal, welkom bij de Sjoerdfamilie. Ik ben Nathalie en vandaag, ik ben hier met Sjoerd. Misschien wil Sjoerd even wat zeggen. Sjoerd, wat vind je nu van deze dag? De dag begint met een hoop wind. Ik waaide bijna de ren uit, dus ik ben maar weer naar binnen gegaan. Wij willen samen jullie de beelden laten zien van afgelopen week, wat wij allemaal hebben meegemaakt samen. Wil je nog wat zeggen tegen de kijkers als slot? Veel kijkplezier! Wat is dit voor een ding? Kun je dat eten? Zo. Ik was nog even naar de winkel geweest. En kijk, voor 1,29 heb ik bij de Vibra heb ik bijna een kilo zonnebloempitten. Die vinden de knaagdieren allemaal heel erg lekker. Niet te veel, want dat zijn vrij vet. Ze vinden het allemaal lekker. De muizen, de hamsters, de gerbels. Dus niet aan de cavia's geven trouwens. De zonnebloempitten kunnen in de tanden rechtop blijven staan en verwondingen veroorzaken. Niet aan de cavia's. Verder heb ik twee van deze blikjes meegenomen. Dit zijn de enige vlees wat Sjoerd lust. Raar genoeg. Ik heb een broodmes. Dat is echt al een ding uit 1970 of zo. Maar daar kun je echt heel goed brood mee snijden. Oren dicht. Ik zal het geluid even dempen. Uitkijken van je vingers, hè. Een speld stokbroodje. Ik had een deze gekregen. Deze is nieuw. Kips, maar dan helemaal vegan. En dan ga ik jullie nog even wat anders laten zien. Ik heb de broodjes heb ik dus allemaal gesneden. Nou pak je plantaardige boter. Doe je met een lepel eventjes een lekkere laag hierin. Dan zoek je in de winkel even een zakje kruidenboterkruiden. Kan van alles zijn. Ik vind deze wel lekker. Die strooien we eroverheen. La la la. En wat heb je dan? Gewoon lekkere plantaardige kruidenboter. Hoe simpel is dat? Je kunt natuurlijk ook zelf de kruiden samenstellen. Dat heb ik laatst ook gedaan. Ik heb gewoon zelf allemaal kruiden gezocht. Verse knoflook erin. Verse bieslook. Dat is ook heel erg lekker. Maar als je even snel een kruidenboter wil hebben. Die toch plantaardig is. Hè? Even zo. En je hebt een heerlijke kruidenboter gemaakt. Nou. Wel lekker. Nou, volgens mij is dat ding dus al kapot. Hartstikke leuk. Hij deed het in ieder geval heel erg goed. Wacht, hij doet het nou opeens wel, geloof ik. Ja, kijk. Ja, nou, is wel leeg. Schatje. Ik wil jullie eerst even super bedanken voor alle lieve berichtjes die ik heb gehad op mijn laatste video over de schildpadden. Dat heeft me echt heel erg goed gedaan. Ik heb nu 3 katten achter elkaar moeten laten opereren. Dan de vissen en dan denk je dat je alles maar weer opgekrabbeld bent en je hebt alles een beetje lopen. En je doet ontzettend je best en je bent maar aan het vechten en vechten en vechten. En vervolgens zie je in één keer dat een schildpad, de andere schildpad in de nek heeft, echt aan het schudden was, niet meer los wou laten. Ik heb even een wat betere foto gevonden om te laten zien hoe de wond eruit zag. Dat is echt niet fijn, die ziet er zo uit. Op dit moment slinkt het allemaal weer een beetje en groeit het allemaal weer wat naar elkaar toe, gelukkig. Maar dat was wel even heel erg schrikken. Moet je goed gaan? Ja, even alleen hele scheppen echt. Ja. En zijn achterpoot is gewoon echt helemaal goed gekomen. Zijn lichaam heeft het materiaal ook niet afgestoten. Dat had natuurlijk ook nog kunnen gebeuren. Gelukkig is dat niet gebeurd. En ja, ik ben gewoon super trots op hem. Dan heb ik nog vandaag wat anders. Want Stan die zit in zijn examenjaar. Dus we moeten naar allerlei open dagen. Diegenen die daar nu mee bezig zijn en nu kijken, die herkennen dat vast. Of dat jullie dat allemaal al hebben gehad. Dan moet je naar allerlei open dagen, naar beurzen. Je moet je inschrijven voor opleidingen. Dus er zijn een aantal opleidingen. Er zijn zoveel aanmeldingen de afgelopen jaren voor geweest. Dat ze nu maar een aantal plaatsen beschikbaar hebben. Dus ik heb Stan gewoon al aangemeld voor 2 opleidingen. En dan hopen dat hij daarvoor eentje wordt aangenomen.
En in tussentijd gaan we nu naar de open dagen. En als het niks is, kan het altijd alsnog schrappen. Dan staat hij in ieder geval op de lijst. Kijk wat druk. Heel druk. Dit is echt de allergrootste speelgoedwinkel van Zwolle, geloof ik. Kijk maar. Echt super groot hier, hè? Ja, Dr. Bibber. Ja, die heb jij ook. Smash. Smash, hè? Want de stekker is. Mario Kart Monopoly. Ja, Pokémon. Wat? Ik wist het gewoon te lezen. Jeet. Ja, Hot Wheels. Dat had jij vroeger veel. Ja. Kennen jullie dit ook, jongens? Hebben jullie dit ook allemaal gespaard? Stel me even. Precies niet om. Ja. Hey, en toen ging die altijd zo graaien. Precies niet om met die Hot Wheels. Ja, en er waren er een paar, die waren dan maar 1,99 gezet. Een hele gave bij. En dan na zoveel jaar kun je alles verkopen, want dan vind je het niet meer leuk. Wil je nog een speelkleed? Ja, ik heb een shoebak. Zo wat voor jou. Ja, dat was altijd leuk. Monster Wheel Truck. Een dekentje van K3. Moet je die kopen? Maar zeg, ik heb een Range Rover gekocht. Stan heeft een Range Rover gekocht, nu al. Ja. Nou, dan heb je liever een vrouw. Een Range Rover kost maar €199. Air Power. Ja, daar komt lucht uit. Play Pro. Daar komt lucht in de zak. Ja, dat is een plat ding. Ja, ik denk vooral als je dat... Dat is ook deze. Kijk, dan kun je met clubje gooien en met voetballen tegelijkertijd. Kijk. Oh, nice. Wat is dit dan? Kunt het gebeuren? Oh nee, een pingpongbal. Ik heb er één voor je. Wat? Alsjeblieft. YOLO. Wil je daarvoor sparen? Nee, niet die spoor. 329 euro. Een beetje duur voor een doos. Hier, een action cam. Selfie cam voor kinderen. Kijk eens naar een lief draakje. Kijk eens zo lief. Die lijkt wel op papa. Vind ik ook. Nee, eigenlijk die meer. Heb je wel zo'n dik? Nou, dan moet je echt naar de dokter. Dat is niet goed, hè, als het er zo uitziet. Weet je wat ik van jou vind? Oh, deze zoontje heb ik vroeger ook gehad. Een squishy rat. Dat voelt heel raar. Waar is everybody? Squishy. Ja, kijk eens. Echt? Ja, kijk eens, hier, deze is satisfying stand. Nee, hier, voel het. Voel het. Weet je waar ik het vind? Nou. Ik vind het regenboogkak. Ja, kun je gitaar spelen met versterker. Wil je nog een M911? I'm professional. Gisteren. Ja, ik verdedig me wel hiermee. Nee. Moet je deze echt even voelen. Echt, dus echt. Maar wat is die nog? Wow. Dat is heel vervelend. Wat een ruis. En die slippers erin. Nee, die is er ook. Kijk. Mop. Wat is dit? Machine? Eet er drie? Mop. Ja, we vinden nu wel goed. Ja. Met mijn naam. Gedaan. Ja, hartstikke leuk. Zo, ik ga deze meenemen. Ik ga even een kaartje betalen. Ja, oké. Okay. Kom even hier in het licht. Oké. Okay. Oké, hi Stan. Je moet even pak je Pokémon-kaartje, omdat we dat nooit meer doen. Jeet. Dus we gaan even kijken wat erin zit. Helemaal niks, maar je moet je gat op de kop houden en dan kijken. Can you get this? Ja, I get this. Oké, okay, so you remove that. Then you put three like that. And then you look at the card. Oh. Oké. You have the eerste guarantee. Oh, that is very cool. Een glimmende. Jeet. Ja. Leuk. Very nice. Nou, ik heb een ei. Ja, oké, dat was mooi. Dat ding maakt wel een herrie. Oké, hoe hun heten? Iets met Raaf, Raven. Nee, deze heet Zossi. En deze Sossie. Heet? Sossi en Ossie. Dossi. En Klossie. Zo. Dan gaan we weer die poortje uit.
Ik wil graag een vegan Mac. Ik wil graag één patat zonder friet. En Mac. Graag twee kroketten zonder kroket met ja hoor, u kunt doorrijden naar het volgende poortje. Daar staat je eten klaar. Ik wil graag één Pokémon. Je kunt waarschijnlijk de Pokémon op camera niet zien, want het is een zeldzame Pokémon. Je kunt het zien. Zijn we klaar bij de open dag? Dan gaan we nu weer naar huis. En dan gaan we eventjes, ga ik de Stan even gauw inschrijven, want anders dan mist hij straks die opleiding. Even inschrijven voor applicatie. Oh, er is wat aan de hand. Auto's op de botsen. Best dunkje in de. Ja. Taart gereden, hè? Dan moet je remmen voor het stoplicht hier. De brandweerkazerne, ja. Vroeger vond Stan dat leuk. Niet meer. Stan die wil naar de Mac, maar ik moet mijn ei kwijt, want anders moet hij meenemen. Dus ik moet even mijn ei kwijt. Zo. Heb je ei kwijt? You can draw something on the car. You can draw on the car? Oh ja, het is very, draw on the car. Het is very vochtig hier. Wat een enorm zebrapad, wel twee strepen. Enorm. Oké, er is weer Pokémon bij de Mac. Stan is weer blij. Hij wil ze verzamelen. Oh. Een beetje omgeflikkerd, maar dat niet. Ja, dat is. Oh ja, het is een beetje omgevallen. Ja. Er is waarschijnlijk iemand heel hard tegen. Ook zo'n krijg je een rode kaart. Kun je wat vragen? Ja. Mac Café. Nou, nu heb je ze alle drie. Ik zei het verkeerd. Raji dinges. Dat ja. Anders zijn ratje dingen. Zwarte ratje dingen. Maar het is gewoon die nieuwe. Lekt het? Ja. Even kijken wat erin zit. Er zit een prime kaart aan, geloof ik. Een fekkie. En dat is dan een. Telefoon zeker. Er zijn twee. Vleugels moeten er nog aan. Het ziet er een beetje raar uit. Ja, het ziet er heel raar uit. Moment. 1, 2, 3. Dit is de shit. Ja, ik had gewoon met 2 en 3 van die poppetjes. Ik snap dat je honger hebt, hè? Dat snap ik echt wel. Maar je zit nu hier. Moet je dan echt daar dat stuk ook nog van die behang afvreten? Gewoon een hele stuk weggekauwd. Ja, ik had honger en ik kon die niet opeten. Dus ik dacht, nou, dit stukje. Nee, het is eigenlijk gewoon behang. Maar ja, het. Ja, het staat hier. Keep the bag away from babies and children. Ik vond het niet zo heel erg lekker. En het is de standaard. Van een beatboxen. We gaan naar huis. Het is koud. Kijk. Kijk eens hoe eng ik nu ben. Maar niet alleen nu, hè. Nice. That was good. Lieve Sjoerd. Ben je blij dat ik weer thuis ben? Ja, we hebben eventjes open dag gehad op school. Ik heb een paar boekjes meegenomen. Waar staan opleiding, boekjes. Niet zo hard tegen mij aanstoten. Kom even hier. Oh, shoot, oh, shoot, oh, shoot, oh, shoot. Nou, open dag was erg interessant. Opleiding applicatie media ontwikkelaar, dat sprak het meest aan. In ieder geval even ingeschreven voor een meeloopdag en zo. Even lekker gegeten. Nou, ik heb dit ei. Ik zal straks even een bak opzoeken, dan kan ik hem daarin doen. Ik ga nog niet vertellen wat eruit komt. Dat is nog surprise. Ik moet hem in ieder geval in het water stoppen. Binnen 24 tot 48 uur komt er een barst in. En na 72 uur ongeveer komt er wat uit. Ik ga weer een heleboel kusjes krijgen, Sjoerd. Ik ga lekker afsluiten. Ik ga lekker slapen straks. Hier nog even de rommel opruimen, want dan ligt hier weer van alles. Ik ga het ijsje en nog in het water doen. En dan zien we over 2-3 dagen hoe dat geworden is. Hé? Goedje. Dan doen we even niks meer vandaag. Morgen is het dan lekker vrij. Kunnen we lekker uitslapen.
schatje. Zeg maar, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel weer. Doei! Doeg!